gebeurt het wel eens dat je voor jezelf leest en dat je eigenlijk verder leest dan de bedoeling was. Maar dat je er zo de smaak in hebt. Dat je denkt, ik ga nog even door. Mooi hè, wat hier gebeurt. Als wij verlangen, lieve mensen, hier en thuis, iedereen die meeluistert. Als wij verlangen om God en Christus te leren kennen. Als wij verlangen naar versterking en vernieuwing en nieuw leven. Dan is een eerste stap dat je de tijd neemt voor het woord. Het is niet genoeg om alleen maar dat woord te lezen. Maar dat woord werkelijk onderzoeken, overdenken. Ik zal, o God, bepeinzen uw wet in het onderzoek van uw bevelen, waken in uw geboom. Zal zich mijn geest vermaken. Daar moet je echt de tijd voor nemen. Ik heb het in de 10 jaar dat ik hier ben al vaak gezegd. Maar ik weet niet of iedereen het nou ook doet. Ik weet niet of iedereen het doet. Echt daar de tijd voor nemen. Dat woord voor jezelf onder. Nou ja, het is eigenlijk erg dat ik het zeg. Maar een kwartier vooruit te maken. Eigenlijk is het al schande. Maar een kwartier dat je echt alles even weg doet. Ik moet echt bij het woord zijn. En dat biddend. Eenvoudig onderzoeken. We hebben zoveel hulpmiddelen tegenwoordig. Studie Bijbels, Bijbelverklaringen, Bijbelstudie. Nog nooit zijn er zoveel hulpmiddelen geweest als nu. Eerlijk is eerlijk. Als je mensen zeggen, was tegen mij, oudere mensen. Nou, als ik kijk, dominee, wat er nu allemaal vergeleken met vroeger. En in begrijpelijke taal en helder en duidelijk. Maar als wij nou al die hulpmiddelen zomaar laten en we doen niks. En we hebben het allemaal druk, maar oh je ziel. En God. Eigenlijk is het er nog uit om te schamen. Ik ga ook niet boven u staan. Ik moet mezelf eens tot de orde roepen. Bij dominee. Maar toch hè. Maak daar gewoon een regel van. Dit wil ik en dat moet ik doen. Ook als ik er misschien even geen zin in heb. En even geen smaak in heb. En even helemaal niet in de stemming ben. Maar van binnen zo dood is als een pier. Maar dan juist daar om naar dat woord. O Heer, uw toezegging heeft mij levend gemaakt.